Yo, Elfam! En welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van The Quarry. Het is 10:30 s'avonds, we zijn bij hoofdstuk 6 een bedje voor het slapen gaan en we zijn met Jacob. Emma! Oh. Jesus Christ. What the heck? Fuck! Wat? Man. God, this night sucks ass. Wie zegt dat? Het is weer... Emma, is dat you? Oh. Oh, daar zijn we, Jacob. Hij hoort een of andere verluisterstem, net zoals Laura in de proloog hoorde. En we zijn hier weer terug. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. We hebben iedereen nog levend. We hebben vorige aflevering Ryan gered van een of andere infectie. Ik bedoel, Dylan gered van een of andere infectie. Doordat Ryan zo slim was om die hand eraf te zagen. En waar zijn wij? Wacht, is dit niet de... Yo... Voor mij zijn wij vlak bij de plek waar Emma weer aan land is gekomen. Voor de rest ben ik ook echt gewoon een beetje teleurgesteld in mezelf dat ik zo weinig tarotkaarten vind. Ik heb geen idee waar die dingen steeds verstopt zitten. Volgens mij moet je echt op hele specifieke locaties staan met de karakters. Wil je die meer kunnen vinden? Dus het is gewoon een beetje, ja, het is gewoon een beetje huilen, zeg maar. Ish, I'm gonna fall off this. Oh, dat was een beetje een foreshadow. Ik hoop niet dat Jacob er inderdaad van af gaat vallen. Oh, maar kijk dan ook. Waar zijn wij ooit? Het is zo'n duistere plek in het donker hier. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik hoop wel dat gewoon iedereen snel weer bij elkaar komt. Zonder dat daarbij gewonden zijn gevallen. Want het feit is gewoon... Wat is dit? Wat? Oh. Well, that bodes ill. Fucking hell. What the heck? Dat was echt een gigantische voetstap. Van wie is dat? Jeetje mina, een reus. Een hele grote reus, denk ik. En hier kunnen we ook nog bekijken wat hier is. Oh. Een camera. Een hooie Temma, wat een mooie. Hè? Geheugenkaart. Slim. Waar ga je dat bewaren? In je onderbroek? Maybe there's something on here. Voor mij doet hij dat echt in zijn onderbroek. Serieus. Oh, what the heck. Nou ja, het zal wel. We moeten Emma gewoon vinden. We moeten Emma gewoon zoeken. We moeten Emma hier hopelijk in de buurt tegenkomen. En dan ook zo snel als mogelijk. Ik ben ook nog steeds een beetje van slag van wat er de vorige keer is gebeurd. Ondanks dat iedereen nog levend is, hadden we wel dat einde met dat zwembad. En ik ben heel benieuwd wie dat was. Ik heb nog nagedacht nadat ik klaar was met opnemen over wie dat nou misschien kon zijn. Was dat niet... Gerechtigheid. Een kaartje. Hallo, mag ik dat kaartje? Dankjewel. We hebben een tarotkaart, daar ben ik blij om. Maar wat ik wilde zeggen... Was dat niet Laura? Ik had echt het gevoel dat het Laura was, achteraf, van de intro. Ik weet niet of het klopt, maar het voelde gewoon als een meisje dat opeens opgejaagd werd of zo. En volgens mij is zij ook degene die die, persoon, die dat persoon heeft neergeschoten bij het zwembad. Want tijdens het editen hoorde ik het schot en daarna een plons. En toen zag je haar daar langs rennen. Dus, weet je, ik weet... Wie is dat? Ah, Jesus Christ. What the fuck? Oh mijn god, je liet me schrikken. Oh, fuck my life. Okay, you scared me. Jacob. You okay? I guess you could call it that. What the fuck is going on? Look, I don't know, okay? Some, like, bear attacked Nick and Abby back there. Yeah, me too, but it definitely was not a bear. What? Who?
When? Why? Sorry, I'm just... I'm glad you're okay. Yeah, barely. I mean, the thing that attacked me at the treehouse was like... What? It was like what, Emma? Weerwolf. Like, out of a horror movie. Oh. Okay, Well, it was probably just like a bear trying to defend itself, you know? Oh, don't be a dick. You know it wasn't a fucking bear. No, you're right. You're right. And now we have these fucking the hunters running all over the place. So that's a fun new wrinkle. They did this to me. That's a lot of blood. Yeah, well, it's not mine. Got quite the funky bouquet. No offense. Okay. Okay, we've got to get out of these woods. Yeah, no shit, Sherlock. What the heck? Do I have a leaf? You know, Jacob, you don't have to be a dick about literally everything. Dat is inderdaad waar. Wat de heck? Jacob is wel een beetje helemaal in de war volgens mij van wat er aan de hand is. En een ander ding dat ik niet begrijp, waarom laat Emma die foto niet zien? Maar ik denk wel dat we verontschuldigend moeten zijn. Shit, oké, okay, you know what? You're right, okay? You're right. I'm sorry. Oh, you're so annoying. Oh my god, can we please not do this right now? Okay, seriously? I literally came looking for you as soon as I heard there was something out here. Or things? Like plural? Wait, really? What? Oh, nee. Okay, we moeten opletten. Oh, nee. Uh-oh. Uh-oh. Waar rennen ze überhaupt naartoe? Hebben ze enige... Oh. Wat is dat? Dat is wel een persoon. Ook in zijn onderbroek. Okay, ik ga verstoppen, denk ik. Hij heeft natuurlijk dat bloed op zijn gezicht. Ik hoop dat verstoppen slim is. Ik vind dit heel eng. Ik hoop dat dit werkt. Ik moet niet loslaten. Oh, shit, hé, ga weg. Dat bloed moet hem afleiden. Dat hoop ik zo erg. Ik heb het gevoel als we dat bloed niet op ons gezicht hadden, dat Jacob nu dood was geweest. Oh, ren door. Ja, is hij weg? Hij is weg. Oké. We rennen nu gelijk verder. Wat? Ah, fuck. Wat doet hij nou weer? Waar is hij naartoe aan het rennen? Uh-oh. Wat? Wat was dat? Pas op. Nee, Jacob, wat doe je? Oh, fuck. Nou, je bent echt een dwaas om te... Open wrikken. Dit is zo stom. Fuck. Shit. Maak nou niet zoveel geluid, jongen, je dwaas. Maar waarom loopt hij daar ook achteruit? Hij ziet hem. Look, you could. Wat de heck? Wat de heck? Er gebeurt zoveel. Er zijn echt meerdere verhaallijnen door elkaar. Daar zijn we met Caitlin. Oh, ze zijn bij dat bad. Ik ben heel benieuwd wat hier aan de hand is. Wie ligt hierin? Wie is dit? Wat de heck? Is she like one of those hunter dudes? I don't think so. Laten we maar gewoon overal het meest realistische antwoord geven. Dat doe ik al de hele serie. You okay? I don't know who that other girl was. I've never seen her before. Me neither. But her? Maar wie is dat? Yeah. That's Kaylee Hackett. What? Mr. H's daughter? I thought she went home with her brother. Kaylee. Yeah.
I thought so too. Waarom? Wat? Oh man. Poor Kaylee. Nick. You smell so good. You alright there, bud? Maybe dial it back a bit, huh? Fuck off, Caitlin. Whoa. Okay. Nick, what do you... I want to taste you. Oh, hey. Fuck. Come here. Oh, Nick, what the hell? Get off. Come on. Watch out, I said get off. Nick? Ik weet wat... Oké, volgens mij is Nick dus inderdaad gebeten door zo'n wolf. En als je dan niet die infectie tegenhoudt, word je zelf een wolf of monster. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. En volgens mij kunnen die dus niet tegen water. Dat verklaart ook waarom die een op dat eiland zat en die Emma dus tegenkwam. Er zijn zoveel lijntjes. En nu hebben we dus de keuze om Nick te helpen en Abby te troosten. Ik denk dat we Nick wel moeten helpen. Kom op, help alsjeblieft Nick. Misschien heeft hem dit even gekalmeerd. Of niet? What did I do? Het gaat niet even lekker. I don't know. Pas op! He's so cold. Okay, let's get him in the pool house. Dry him off. Ik had echt verwacht dat we iedereen levend konden houden, maar dat Nick nu al gewoon dit soort dingen vertoont. Shh. Just try to rest. I'm sorry. Quit moving so much. It's pretty clean from what I could tell. I mean, it's not bleeding. But you need to see a doctor. Ja, dat is waar. Dat was ik al even vergeten. Look, this is all I've got left in the nurse's station. Ooh, fun. You better hope we find you some real help before they wear off. We need to be keeping a record of everything that happens. For the police. Yeah. Dead girl in the pool needs some explaining, huh? Easy, man. I mean, like, photos, whatever we can. I've got a funny feeling the cops are not going to want to believe any of this crazy shit unless we've got some hard proof. From now on, if you got your phone and you see something, take a photo or a video or whatever. Yeah. You okay over there, Abby? Look, why don't you look around and see if you can find anything to help make Nick more comfortable? Oh! Oh, we spelen opeens met Abigail. Damn, waar zijn we? We zijn in de wc. Oh, het zwembadgebouw zijn we. Nou, wat een avontuur. Allemachtig, hé. Ik begin wel het spel steeds leuker te vinden. Hier hangt ook gelijk iets. We moeten al het bewijs vinden. Oh, Caleb. Kampeerders? Een recent stuk kampgeschiedenis. Een jongere Ryan geniet van zijn tijd in het camp met de kinderen Chris, Hackett, Caleb en Kaylee. Oh, ze zijn dus vaker waarschijnlijk kampleiders geweest. Of in ieder geval sommigen. En dit is dus het meisje dat dus dood ligt in het water, omdat dus Ryan haar kende. Holy chips. Heftig, joh. Dat je gewoon dat meisje kent en opeens ligt ze daar gewoon dood. Dit is trouwens wel ook een plek voor een tarotkaart. Ergens in een zo'n wc-hokje. Achter een deur of zo. Let op. Oh. Ik dacht dat dat iemand anders was. Maar het is Nick. Let op. Hier moet ergens iets zitten. Het is geen monster, maar het is een tarotkaart. Ik voel het aan mijn tarotkaarten sensor. Net zoals de bieraar die we in een eerdere episode hadden. Heb ik de tarot daar. De tarot daar. Daar. Dit is echt een hele slechte grap. Hopelijk in de laatste wc dan iets. Nee, echt helemaal... Waarom kan ik dan in al deze klote wc's? Abby, hier heb ik helemaal niks aan. We gaan wel gewoon hier naar links dan. Dat is de enige plek waar we naartoe kunnen. Oh, er zijn hier nog meer plekjes. Oh, wat?
Of wat een eng camerastandpunt om in zo'n douche te komen. Baba. Is hier nog meer? We gaan gewoon ieder douche bij langs. Ik voel dan aan mijn tarot daar, kada, darada, dat hier ergens eentje moet zitten. Of misschien iets anders waarmee we Nick een beetje kunnen steunen. Want Nick moet wel dit overleven. Alleen ik begin steeds minder vertrouwen. Oh, de maan! Gewoon 2 tarotkaarten in 1 aflevering. Ik ben echt, nou ja, pro-gamer wil ik het niet noemen. Maar dit is wel echt een hoogtepunt. 2 tarotkaarten in 1 aflevering. Maar ik heb echt het gevoel dat we hier voor de rest helemaal niks kunnen vinden. Ik ben letterlijk al deze douches... Oh, hier is iets. 1 locker. Wat de heck is dat? This place was so different like 12 hours ago. Yup. 12 uur geleden wilden we een feestje maken. Was Chris Hackett er nog. En nu hebben we allemaal gekke dingen gevonden waar we echt gewoon heel bang voor moeten worden, heb ik het gevoel. Tekeningen, weerwolven, monsters, lichamen in zwembaden, noem het maar op. Onze vriend die aan het veranderen is of zo in een... Weet ik niet. Oh jongens, heb ik nou echt niks gevonden waarmee ik hem kan helpen? Hebben jullie iets? Jullie zijn ook niet echt aan het communiceren met elkaar. Het is wel een beetje een triest verloop. Ik kan hier helemaal niks. Wat moet ik nou zoeken dan? Moet ik gewoon weer bij Nick terug gaan zijn of zo? Hallo? De kachel? Hier, dat better. Oh. Thanks. Oké. Hey. Wat? Yo, something is not right with that boy. Dude is real sick. Did you see how he freaked out in the water? Yeah, he was like a fish out of water. Right? Sure. You know, something was weird when I tried to clean his wounds too, at the lodge. What do you mean? Well, all of his clothes were bloody, but I couldn't find where he was bit, or scratched, or whatever. He just kept moving around, like he didn't want me to see how badly he was hurt. Huh. Rabies? He's not frothing at the mouth. I think Abby would beg to differ. Point. Yeah, isn't aquaphobia a symptom of rabies? Hydrophobia, yeah. But I think it's more about a fear of drinking, not just getting wet. This was like... Like my cat in the bathtub. A cat. Yeah. Abby? What the heck? Yeah? Can I ask you something? Oh, no. Of course. Do you like me? What? Oh. Ik vond het erg leuk om bij je te zijn. Waarom zegt hij dat? Nick. Please, just tell me. I've really enjoyed spending time with you this summer. That's such... Oh, such... Such... What? Such a cop-out answer. What? Abby? What? I've got something to ask you. Yeah. Okay. Wat is dit? Why don't you like me, Abby? Wat? Ik vind je wel leuk. Wat is dit opeens met Nick? Hallo? Nick, I do like you. No, you don't. You don't like me at all, do you? What do you mean? Tell me the truth. I am telling you the truth. God. What? You're not really very smart, are you? Poor stupid Abby. Stop. Easy pickings. Oh, right off the bone. This isn't you. This isn't you. Holy! What whoa, the whoa, Abby. Heck? Abby, everything okay? Holy shit. I'm
Wat de... Wat gebeurt... Nee, joh. Wat de heck? Nee! We hebben wel geleerd dat hoe verder weg het monster staat, hoe minder schade doet. Maar dit kan toch niet op hem schieten? Ik moet dit even verwerken. Ik heb letterlijk voor mij 2 minuten nagedacht over alle mogelijke scenario's. En ik ga schieten. De reden is, omdat hij nu nog op een redelijke afstand staat, dat het misschien gewoon een schotwond is, waardoor het even allemaal kalmeert. Als hij dichterbij komt en ik krijg dan nog een keer de keuze om te schieten, is het veel dichterbij. En dan kan het veel traumatiserender en veel groter effect hebben. Dat is de enige reden. Ik durf niet, maar we gaan het doen. Oké, ik moet schieten. Holy damn. Oh mijn... Oh mijn hemeltje lief. Wat de heck? Wat de heck? Dat viel niet te voorkomen. Nee, dat kan niet. Dat viel niet te voorkomen. Dat viel niet te voorkomen. Dat viel niet te voorkomen. Geldt het nu dat Nick dood is? Ik moet dit even checken. We hebben eerst hier wat bewijs. Dat is de geheugenkaart. Dat is top dat we hebben gevonden. Hebben we hier nog aanwijzingen? Hebben we er nog nieuwe bij? We hebben de familiefoto waar we wat meer informatie bij hebben. Kaylee is dood. Hoe gelukkig zou het waard? Alles is nu anders. Yes. De geactiveerde berenval hebben we hier. Als dit bedoeld was voor het wezen dat de radio het aanviel, was het niet erg effectief. Dat ding was snel. Yes, ook weten we dat. En we hebben hier de griezelige tekening. Tussen de diverse vergeten bezittingen zit een schets van een vrouw in het bos. De spookverhalen hebben echt indruk gemaakt. Ja, of het zijn geen spookverhalen. Het is gewoon allemaal keiharde waarheid. En dan als laatste, de paden. Ik heb dus net iemand neergeschoten, maar welke is dit? Is dat misschien de zilverstukken? Abby schoot Nick te hulp toen hij werd aangevallen in het bos, ja. En Abby schoot op Nick in het tuinhuisje en hij vluchtte door het raam. Ja, maar wat gaat dat nu betekenen? Nick is nog niet helemaal dood. We weten waarschijnlijk dat hij als het weer morgen is, de Nick normale wordt. De normale Nick, maar... We moeten maar gewoon verder spelen. We zijn met Emma. Het is... Wow, 8 voor 12. Het is gewoon bijna middernacht. Oh, wat... Oh, ze is bij dat kampvuur. En ze heeft het koud. Wie de fuck is Emma? Goeie vraag, ja. Jij weet helemaal nog niks. Slim. Even opwarmen. We moeten niet onderkoeld raken. Oké. So, if I were a counselor at an off-season camp, partying around a bonfire, and it started to rain, and there were monsters, I would go to the lodge. Wat de heck? Oh, gaan we hier nog iets vinden misschien? Oh, wow. Nou, Emma, ja, je bent hier lekker uitgeklommen. Ik vind dat je het goed doet tot nu toe. Of moet ik zeggen, ik, hè? De pro-gamer Melvin. Oké, nee, grapje. We moeten hier misschien nog even wat hints zoeken. Het ziet eruit alsof hier iets van een belangrijk... Ja, kijk, dat bedoel ik. Er ligt hier iets op de grond. Een briefje? Hi, man. Stories again. Wat? I had no idea kids were getting freaked out about this stuff. We officially suck as counselors. Hoeveel verhalen heeft Ryan verteld dan? Brief van kind aan ouders. Wat staat erop?
Hoi mam, kamp is zo leuk. Meneer Hackett leert ons van alles over de natuur en hoe je het bos redt. Mijn vriend Josh zei dat hij een spook zag. Ik denk dat hij loog om mij bang te maken. Maar ik heb toch een tekening van haar gemaakt. Ze ziet er best boos uit. Maar ik denk dat als mensen boos zijn, ze soms eigenlijk gewoon verdrietig zijn. We gaan morgen op het meer zeilen. Ik kan niet wachten. Liefst van Rowan. Oh, lieve Rowan. Maar dat is voor de rest wel echt heftig. Als je als ouder zulke briefjes thuis zou krijgen, dan ga je toch ook een beetje denken van, naar welk effing kamp heb ik mijn kind gestuurd? En deze tent kunnen we niks mee? Nee. Dit is gewoon een tent die gewoon helemaal dicht is gebouwd. We kunnen er wel achterlopen, maar er is helemaal niks. Oké. Alles voor de tarotkaarten. Mijn tarotradar die zei dat hier eentje zit, maar volgens mij niet. Het is gewoon een kampvuur. Waar de avond begon ook. Truth or dare. Oh! Only one left. Oh, wat slim. Wat goed dat ik nog terugloop. Oké, dit is sowieso top. We hebben nu vuurwerk om waarschijnlijk een afleiding mee te creëren. Wat ben ik blij dat ik toch af en toe even wat langer zoek dan gemiddeld. En ondanks dat ik de tarotkaarten niet vind, heb ik het gevoel dat ik wel een heleboel aanwijzingen heb gevonden. En een heleboel, ja, spul heb. Nee. Gotta get out of here. Oh, ik wilde zeggen een heleboel spul heb om verder te gaan. En wat ligt hier dan? Oh, dat is gewoon een boom. Oh, waarom kan ik zo ver bekijken met Emma? Hier ligt wel een hint. Wat is dit voor hint? Rain must have done this. Oh. Stomme regen. Hebben we nog meer te zien? Ik weet het niet. We kunnen allemaal kanten op. Welke kant moet ik op? Links of rechts? Waarom zijn er zoveel keuzes? Normaal doe ik de linkermuurtechniek, maar ik denk dat rechts nu het beste is. Of kan ik misschien op de map kijken? Is dat een idee? We hebben natuurlijk wel de map tot onze beschikking in het menu. Is daar misschien iets logisch aan te zien? We zijn bij de vuurplaats en we lopen dus nu hier zo. We kunnen dus links en rechts, maar maakt het echt geen ruk uit waar we langs gaan. Oké. Dan ga ik nog even verder sneupen naar misschien een verplaat... Of verstopte... Jeetje Melvin, praat even goed. Verstopte tarotkaart. Maar als ik die niet kan vinden, dan moeten we toch maar doorlopen. Weet je, die tarotkaarten die komen niet uit de lucht vallen. Was het maar zo'n feest, dan was het spel gelijk een stuk makkelijker geweest. Waar zou Nick nu ook zijn? Nick is dus echt gewoon in zo'n monster veranderd. Dat vind ik nog wel het allerergste. Loop ik hier wel goed? Ik vind het echt een enge plek. Ik wil eigenlijk daar terug omhoog gaan. Emma, ren alsjeblieft. Ik wil daar gewoon de andere kant op. Ik ben pussy, ja, ik weet het. Kijk, dit is een veel fijner pad. Althans, het ziet er fijner uit. Niet. Is het een plek waar het dood loopt? Nee, niet. We kunnen hier links en rechts. Hier links is ook iets. En daar zit een korvoes. Waarom zijn die kraaien hier steeds? Zijn dat hints of zo? Moet ik die hints volgen om verder te gaan? Uh-oh. Oh mijn. Wat? Waarom ligt dat hier? Dat is zeker door de jagers gedaan, want dat hoofd hebben we eerder gezien. Dat hing toen volgens mij bij Jacob. Ik probeer het spel zo goed mogelijk ook te onthouden. Volgens mij hebben we die daar gevonden. Wat is dit? Je zag daar zo'n wolf klimmen. Je zag daar zo'n wolfmonster klimmen. Misschien moet ik toch de andere kant... Staat er nou iemand? Nee, daar staat niemand. Ik weet niet wat ik hier allemaal zie. Ik ben echt mezelf helemaal aan het gek maken. Hier ligt wel iets, of niet? Oh, waar ben ik mee bezig? Emma. Het is hier niet veilig. Ik heb het gevoel dat we compleet afdwalen. Oh, ik heb het gevoel dat ik Emma haar dood tegemoet loop als ik hier verder ga. Dit is totaal niet de route die we moeten hebben, toch? Het zal mij wat wezen. We gaan gewoon door. We gaan gewoon kijken waar dit uitkomt. Zie, het zijn allemaal paadjes naar niks. Wat is dit? Wat is dit voor plek? Dit is een plek waar je doodgaat. Dit is een heel erg domme plek om te zijn, Emma. Ze heeft ook geen wapen, bedenk ik me nu. Haar taser is natuurlijk kapot gegaan door het water. Het enige dat ze heeft is vuurwerk. En dat vuurwerk gaat hopelijk nog van pas komen op een bepaald moment. Om het gewoon even gewoon te gooien op zo'n monster.
Oh, wat een pad, joh. Dit is wel echt een niet heel fijn pad om te lopen. Wat is dit? Is dat allemaal door die regen gekomen? Wat de heck gebeurt er dan? Eén regenbui in dit spel. En dat hele bos is gelijk gewoon overhoop. Overal bomen omgevallen en zo. Aardverschuivingen. Jongen, 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 jongen. Het kan ook nooit normaal. Nee. En daar is de lodge. Daar moeten we naartoe. Maar ze moesten eens weten waar ze nu zijn. Ze moesten eens weten wat... Come on, do it. I've never done this before, Paul. Let's do it fast, that's it. What the heck? Oh, nee. Nee, we blijven staan, we blijven staan. We gaan niet rennen. Niet rennen. God damn. Damn these fucking kids. Son, what? Oh, what? Hey, stop. Stop squirming. Give me the train. Is she bit, huh? How am I supposed to know? I don't know. Let me look at her. Nah. Get the fuck away from me! So, Emma... Oh. Wat de heck? Oh, en nu komen ze met z'n... Ja. Shit. Oh, wat de heck. Naar onder. Is het slim om dit te doen? Ik weet het niet. Oh, nee! Wat de heck? Maar ze hebben dus één gevangen, maar hoeveel zijn er dan? Caitlin! Ryan! Abby! It doesn't feel safe. No shit, hey, dat het niet veilig voelt. Oh, helemaal alleen. Je hoort ze ook schieten buiten. Abby! Gaat ze hier Ryan tegenkomen? Ryan? Oh. Ik bedoel Dylan. Nee, Nick. Ik bedoel Nick. Gaat ze hier Nick tegenkomen? Ik ben soms iets te veel in de war met de namen. Wat gaat zij nou doen? Dat busje gaat niet starten hoor. Wat de heck, wat een aflevering. Oh, en we gaan nog verder. We gaan nog door. Ze zijn nog helemaal geschrokken. Ik heb hem. Nee. Ik heb hem. Hij is nog niet dood. I mean, dead people don't usually jump out of windows and run into the forest. Je deed wat je moest doen, inderdaad. Dat gevoel heb ik ook. Abby, he was gonna hurt you. You were defending yourself. I don't know that for sure. I do. No. No. It was you or him. And, well, that definitely wasn't him. Dat klopt. Man, this is so fucked. Wat? Hey! Oh shit. Niet schieten. Where the fuck is Chris Hackett? Wat? Het is wel Laura! Het is wie? Who's there? I need your help. Please. What? Who are you? My name is Laura Kearney. So? Don't let me in. It's not safe out here. Yeah, there's a crazy woman with a gun killing people. I'm not killing people. Holy shit, you. Laura Kearney? You're Laura Kearney? Yes. You were supposed to be working, helping out in the nurse's office, right? And you never showed up? You and the guy, what's his name?
Max? Yes, Max. Yeah. Mr. Hackett said that you had changed your mind last minute. I think that we should listen to her. Ja, luister naar haar. Ik doe de deur open. Okay. I'm gonna open the door. Slowly. Just keep your hands up, okay? Okay. Zie, het is Laura. What the heck? What the heck? Ik ik heb het echt. Het is toch wel heel vet geworden, dit spel. En twee tarotkaarten. Here we are again. Just you and me. You and me. Hallo. Why don't we take another look at what you've found? Ja, laat eens zien. Ik ben heel benieuwd. Justice. Justice. An eye for an eye. Not exactly in some cases, but cause and effect. Actions and consequences. There's a balance to everything, and we all play a part in making sure the scales aren't tipped. And the moon. The moon. How poignant. Tonight of all nights, to harness your fear and anxiety and turn them into intuition. If you can do this and plan ahead, your cunning might just save your life. What? Now tell me, would you like to delve deeper into one of many possible futures? Ja, doe maar. Meer bekijken. We hebben er zo weinig al gezien, dus dit gun ik mezelf wel. Make your choice. Oh, nou dan wil ik beginnen met gerechtigheid. Wat hebben we hier? Wat? Wat? Off you go then. Top, top. One down, remember. Isn't that terribly exciting? Oh, dus het idee is als je twee tarotkaarten vindt dat je maar eentje mag gebruiken? Oh mijn. In ieder geval, jullie weten hoe laat het is. Het is het einde van deze aflevering. Heb je genoten? Druk op dat duimpje omhoog. Ik heb intens genoten. Het wordt steeds spannender. En gaan we iedereen in levend houden? Ik weet het niet, maar we gaan het zien. Bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. Klik ernaast op wat anders. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En bedankt voor het kijken. En ik kan nog maar één zeggen tegen jullie en dat is... Doei!